Een hele goede middag. U luistert naar Nieuwsbeat. Ik ben Damien en naast mij zit Myrthe. Dat klopt helemaal. We beginnen nu dan ook gelijk met het laatste nieuws van vandaag. Studenten demonstreren tegen langstudeerboete. Vandaag komen allerlei studenten samen om te demonstreren in Den Haag. En premier Schoof praat vandaag met PVV en NSC over de asielnoodwet. Als het tot een doorbraak komt, sluiten VVD en BBB naar verwachting volgende week ook aan. De vicepresident van Kenia is afgezet. Het gebeurde op donderdagavond in wat een nooit vertoonde politieke zagen wordt genoemd. En doden en gewonden door hevige regenval in Parijs. Gisteravond is een man om het leven gekomen door een vallende boom. Twee kinderen van 3 en 5 raakten gewond. En dan met sport. Depay maakt de eerste treffer voor Corinthians. Hij scoorde de 3-2. Het team won uiteindelijk met 5-2. Coureurs uit Formule 1 staan achter gestrafte Verstappen. Ze vinden het onterecht dat hij zich bestraft van zijn grove taalgebruik. En nu het verkeer en weer met Weerman Stan. Ja, dankjewel Damien. Vandaag wordt het niet spetterend weer. Vanochtend begon al een beetje mistig, maar naarmate de ochtend vorderde werd het beter weer. De rest van de dag zal het bijna overal bewolkt zijn. Alleen in het oosten maken de wolken plaats voor de zon. De temperatuur zal niet hoger uitkomen dan 17 graden. Van het weekend wordt het heerlijk na zomerweer, met temperaturen van 17 tot 19 graden. En let op vanavond met het verkeer. Vooral in het zuiden zal de avondspits druk zijn. Dit komt omdat de herfstvakantie voor regio Zuid vanavond begint. Vorig jaar was de avondspits voor de herfstvakantie zo'n 800 kilometer. Dankjewel Stan. En dan gaan we door naar het nieuws over politiek en binnenland. Afgelopen week kwam het CBS met nieuwe cijfers over studieschuld in 2023. Het aantal mensen met een studieschuld is gedaald. Dit is dan ook de eerste daling sinds 2011. Alleen is het aantal mensen met een hoger bedrag aan studieschuld toegenomen. De gemiddelde studieschuld is ook gestegen. Wat eerst een studieschuld van 17.000 euro was, is nu met 800 euro toegenomen. Op Hogeschool Winnesheim zien ze dan dit ook veel terug bij studenten. Caroline de Boer werkt bij de afdeling collegegelden op het Winnesheim. Zij gaat over het collegegeld van studenten. Caroline en haar afdeling zien dat veel studenten tegenwoordig veel makkelijker een studieschuld opbouwen. Kijk, niet iedere student heeft natuurlijk heeft misschien niet de mogelijkheid om naar zijn studie de mogelijkheid om te werken of ouders die bijspringen. Dus dan moet je al vaak gewoon lenen. Ja. Eigenlijk, het collegegeld is natuurlijk, dat stijgt natuurlijk ook jaarlijks. Ja. Dus dat zal ongetwijfeld dan ook meebewegen met de studieschuld. Dat mensen toch om hun studie te kunnen bekostigen toch meer gaan lenen. Ja, de rente op deze lening die is natuurlijk ook weer hoger. Hè? Ik weet natuurlijk ook niet wat een uitgavenpatroon van een student is, hè, en waar ze hun voorrang aan geven. Ik ook niet wat waar ze hun prioriteiten leggen, waar ze hun uitgaven aan. Kijk, en je ziet natuurlijk ook, dat is natuurlijk ook achteraf betalen is momenteel ook een hot item, hè, met Klarna, Afterpay. En als het makkelijk is om te lenen. Ja, dan ga je al gauw lenen natuurlijk. Hè? En dan loop je schuld wel op. Caroline merkt ook dat er veel zorg zijn bij studenten. Sommigen die melden dat ook, dat ze ook echt wel stress hebben van goh, hè, ik kan deze maand mijn collegegeld niet betalen. En dan merk je ook best wel dat ze best wel gestrest zijn. Op Winnesheim doen ze er alles aan om studenten te helpen, vertelt Caroline. Volgens haar staat de afdeling van collegegelden de hele dag klaar en kan je altijd langskomen voor advies. Ook kan je naar het financieel spreekuur, dat wordt georganiseerd. Roos Ikema, directeur en oprichter van Migrate, ligt toe of het indienen van het noodrecht voor asiel mogelijk is. Aangezien er uit verschillende politieke kanten wordt aangegeven dat het uitroepen van een asielcrisis niet mogelijk is. Ook geeft ze aan waarom het kabinet toch doorzet met deze plannen. In de Vreemdelingenwet is er een mogelijkheid om bepaalde delen van die wet, zeg maar, niet die buiten werking te stellen als er sprake is van crisis. Maar die crisis, dat is wel een vrij zware criterium. Dus dan moet je eerder denken aan een soort natuurramp of een gigantische oorlog. Dat echt het dagelijks leven in Nederland niet meer zomaar door kan gaan zoals het normaal doorgaat, zeg maar. Dus de vraag van, kan het eigenlijk? Kan je dit noodrecht, zeg maar, gebruiken? Ja, ik denk dat dat niet kan. Natuurlijk een juridische plicht, want er zijn allemaal wetten en verdragen waarin staat dat dat moet, maar dat is natuurlijk ook gewoon een morele plicht. Dus eigenlijk is de opvang al echt heel slecht op bepaalde plekken en ver onder de menselijke maat. Dus haar taak zou juist moeten zijn om die crisis op te lossen en om het beter te maken voor de mensen en niet om nog harder beleid te gaan voeren, zeg maar.
als ze wel de noodwet instellen en dan vervolgens bijvoorbeeld door de rechter terug worden gefloten, dan kunnen ze de rechter de schuld geven van dat hun plannen niet werken. Dus ja, hun doel is niet per se om dingen zo goed mogelijk te regelen in dit land, maar vooral om de schuld te geven aan mensen die vluchten of migreren. En vervolgens is het dan natuurlijk weer een mooie zondebok. Dus er zouden huizen gebouwd worden en er zou iets gedaan worden aan de dakloosheid. En dat gebeurt allemaal niet. Dus ja, het is natuurlijk ook gewoon een afleiding van de echte problemen die er in Nederland zijn. De LGBTQ+ acceptatie in Nederland neemt af onder jongeren. Robert Kalf, voorzitter van Utrecht Pride, ligt hoe de acceptatie in Utrecht er momenteel uitziet. Ik denk dat het er redelijk goed uitziet. Utrecht is een redelijk progressieve stad. Maar de druk van extremere hoeken van de maatschappij en religieuze groepen, die wordt wel groter. Dus er is wel druk, maar of die echt minder wordt, dat twijfel ik zelf ook een beetje aan. Ook geeft hij aan of initiatieven zoals Paarse Vrijdag of Coming Out Dag helpen om bewustwording en acceptatie te stimuleren. Nee, ik denk dat het heel erg helpt. Mijn overtuiging, ook als voorzitter van Utrecht Pride, is dat zichtbaarheid acceptatie bevordert, altijd. Het zal ook weerstand oproepen, maar zonder dat je zichtbaar bent, kan acceptatie nooit ontstaan. En zonder weerstand kan dat ook niet. Dus door het zichtbaar te maken krijg je meer weerstand. Maar die weerstand zou je anders niet merken als je het niet zichtbaar zou maken. Ook deze maand staat in het teken van Stoptober. Duizenden Nederlanders besloten dat ze willen stoppen met roken. En aan de lijn hebben wij Jelle. Jelle doet mee aan Stoptober. Hey. Hi Mitte. Hey Jelle, jij doet mee. Hoe gaat het nu? Ja, met mij gaat het goed, maar met Stoptober gaat het wat minder. Oh, vertel. Ja, het is mij niet gelukt. Ik zat gisteren op het terrasje. En ja, ik had wel 2 weken volgehouden, maar gisteren op het terrasje heb je toch een biertje erbij en dan steek je er toch eentje op. Ik kan het me helemaal voorstellen. Dus het is uiteindelijk echt niet gelukt. Nee, het is mij niet gelukt. Nee, dit jaar niet. Maar Jelle, voor mijn beeld, wat heb je dan gedaan om het in eerste instantie wel te laten lukken? Nou, ik heb geen supplementen gebruikt of zo. Ik heb geen nicotinepleisters of zo geplakt. Maar ik denk, ik stop gewoon cold turkey. Ik kap ermee. Maar dat heeft niet mogen baten. Dus geen plan van tevoren bedacht? Geen plan bedacht, gewoon stoppen. En ga je jezelf ook weer herpakken of doe je dat ook niet? Nou, de komende tijd denk ik niet. Ik denk dat ik nu gewoon lekker blijf roken. Heb je ook echt alweer zelf een pakje sigaretten gekocht? Of rook je nog mee op... Op andermans. Nou, ik heb al wel weer een pakje gekocht hoor. Hoe lang heb je het uiteindelijk volgehouden dan? Nou, toch 2 weekjes. 2 weekjes volgehouden. Vind ik toch nog knap hoor. Ja, hey, maar. Ook. Jelle, heel veel mensen proberen het ook met het nieuwe jaar. Ben je ook van plan straks als goede voornemen het dan nog een keer te proberen? Dat je zeg maar precies om middernacht je laatste sigaret opsteekt en vervolgens gewoon. Nou, dat vind ik een goed plan. Oké, nou helemaal goed dan. Dan wensen je volgend jaar dan heel veel succes. En we hopen dan dat je het lukt. Ja, we houden je eraan, hè. Dankjewel, hè. Helemaal goed. Doei, doei. Goed, nu gaan we luisteren naar The Godfather van het Britten Jeugd Strijkorkest. Thank you.
Zo. Na deze prachtige muziek kunnen we het alleen nog maar gaan hebben over cultuur. Gisteravond was het grootste televisie-evenement van het jaar. Op het televisiergala heeft het programma dwars door de Lage Landen de Gouden Televisiering gewonnen. Het is de eerste keer dat deze prijs is gewonnen door een Belgisch programma. Verder over de grens is er ook van alles aan de hand in de cultuursector. Ja, want bij Amerika en haar rechtszaken. Soms worden ze wereldwijd verspreid, zoals bij Johnny Depp en Amber Heard. Dankzij de wereld waarin wij leven speelt ook sociale media een grote rol bij rechtszaken. Zoals nu bij die van Sean Combs. De Amerikaanse rapper, beter bekend als P. Diddy, is door meer dan 120 slachtoffers aangeklaagd wegens onder andere seksuele uitbuiting en mensenhandel. De P. Diddy-zaak is een van de meest besproken rechtszaken van het moment. Simone Driessen is universitair docent media en populaire cultuur en vertelt over de zaak. Hij is aangeklaagd door een van zijn ex-vriendinnen en die had een paar zaken laten vallen dat hij haar mishandelde. Ze heeft hem daarvoor ook voor de rechter gesleept. En toen zijn er invallen gedaan in zijn huis en eigenlijk is vanuit daar de bal gaan rollen met dat die allerlei belastend materiaal. Dus we weten dat er ongeveer 120 mensen, of in ieder geval 120 zaken tegen hem geopend zijn. Die zaken verschillen van mensenhandel tot aan bijvoorbeeld seksueel misbruik en zwendel. Er is nog veel onduidelijk rondom de P. Diddy-zaak. Eén ding dat wel duidelijk is, is dat er freak-offs werden gegeven. De freak-offs zijn de feesten die hij organiseerde. Dus waar hij allerlei mensen samenbracht en in ieder geval activiteiten liet deelnemen die niet per se heel erg door de beugel zouden kunnen. Sociale media speelt een grote rol wat betreft de zaak. Zo worden er onwaarheden verspreid. Dus iedereen gaat met zijn eigen verhaal aan de gang. Maar ook juist doordat mensen het bijvoorbeeld reposten of het erover hebben online, wordt het ook weer opgepikt door de algoritmes. Als dat het potentieel iets heel belangrijks is waar we over praten. Dus eigenlijk zou je willen dat alles gefactcheckt wordt. Vooral in dit soort, ja, toch wel kwetsbare zaken, hè? Want we hebben het eigenlijk gewoon over een rechtszaak. Dus er zijn slachtoffers en daders. En het is altijd dat een verhaal meerdere kanten heeft, maar je wil wel weten wat klopt. In de herfstvakantie vindt de jaarlijkse beleefweek plaats in Nationaal Park Weerhebbewiede. In Ossenzijl staat een bijzondere activiteit gepland. Herald Nobel, interim directeur van Nationaal Park, en Robin van Wendel de Joodse vertellen er meer over. Vanaf 25 oktober tot en met 3 november organiseert Staatsbosbeheer samen met rondvaartbedrijf Tiemenvaartjes een poëzievaartocht tijdens de jaarlijkse beleefweek van Nationaal Park Weerhebbewiede. Het idee van de vaartocht is geïnspireerd door dichter J.C. Bloem. Harald Nobel, samen met Robin van Wendel de Joden, vertelt over het doel van de beleefweek. Het is een unieke natuurbelevingweek, zeg maar. Te organiseren voor jong en oud en de omwonenden, maar ook bezoekers van het Nationaal Park. En wij hebben er zelf een thema aan gegeven. Het thema is Tekens van de Tijd. Wat wij daar graag willen laten zien, dat er gewoon verandering is in alle tijden. En we kijken dan naar sporen uit het verleden, maar ook juist uit de toekomst. En daar zijn ook die evenementen die wij organiseren op gebaseerd. In Ossenzijl zal dit dus worden gedaan aan de hand van een poëzievaartocht. Tijdens de vaartocht zullen er gedichten worden voorgelezen van J.C. Bloem, maar ook Rutger Kopland en Ivo de Wijs. Een van de grotere dichters, J.C. Bloem, die heeft het laatste deel van zijn leven in Kalenberg gewoond, langs de Kalenberggracht. Ja, en deze excursie gaat dus ook langs dat huisje en dan wordt verteld over zijn leven. En dan wordt er ook een gedicht voorgelezen wat hij in die tijd op deze plek heeft geschreven. Dus daardoor krijg je extra beleving, zeg maar. Tijdens de vaartocht hebben de bezoekers zelf ook de kans om hun eigen gedichten voor te lezen. De eigenaar van het mooiste gedicht maakt kans om het bedrag van zijn of haar kaartje terug te winnen. En meer dan 140.000 mensen hebben deze week gedoneerd tijdens de actiedag voor Giro 5&5. We spraken over de opbrengst en het verloop van de actiedag met Danielle Brouwer. Op woensdag 16 oktober was de landelijke actiedag van Giro 555 om geld op te halen voor de oorlogsslachtoffers in het Midden-Oosten. Na deze dag was het opgehaalde bedrag meer dan 15 miljoen euro. Met 15 miljoen euro kunnen we heel veel mensen helpen in het Midden-Oosten die dat heel hard nodig hebben. Dus iedere euro die Nederland heeft gedoneerd, die laat ook zien dat zij mensen ook zeggen van we zijn er voor alle slachtoffers. En dat vinden we wel heel bijzonder.
Er kwam natuurlijk ook wel, las ook wel ergens van, ja, het is minder dan voorgaande jaren. En dat klopt ten opzichte van de actie in Oekraïne, voor Oekraïne en voor Turkije en Syrië. Die waren explosief hoog. Maar in de jaren daarvoor hebben we ook gezien dat het heel vaak op 15 en 10 miljoen uitkwam. Dus ja, het is een hartstikke mooi resultaat. Aldus Danielle Brouwer, persvoorlichter van Giro 555. Over de actie was vooraf veel te doen. Dit hebben de bellers ook ervaren. Ik denk dat het voor het eerst wel was dat bellers, dat mensen in het belpanel ook wel zeiden van oké, er zijn nu ook mensen die bellen en ons vertellen waarom ze niet doneren. Dus de gesprekken waren langer dan normaal en ook inhoudelijker. Dus mensen hadden ook meer vragen over de hulpverlening bijvoorbeeld. Dus daarin was het wel echt anders. Maar uiteindelijk mondde het vaak ook uit in een gulle donatie. Dus dat is heel fijn. Aldus Danielle Brouwer. Hoewel de actiedag nu is afgelopen, kan er tot 10 januari 2025 gedoneerd worden voor slachtoffers in Syrië, Libanon, Israël en Palestina. Ja, op zaterdag 19 oktober wordt er in Steenwijk een speciale draai gegeven aan de landelijke maand van geschiedenis. Voorzitter van de historische vereniging Steenwijk vertelt meer over het programma en het belang van deze dag. In plaats van het vieren van de maand van de geschiedenis, organiseren ze in Steenwijk dit jaar de dag van de geschiedenis. Gemeentearchief Steenwijkerland heeft hiervoor gekozen in de hoop meer bezoekers te trekken. In de grote kerk van Steenwijk worden er op 19 oktober diverse activiteiten georganiseerd. B. Puister, voorzitter van de historische vereniging Steenwijk, vertelt meer over het programma van deze dag. Het is een stadswandeling met het thema echt of nep. Dat is één onderdeel. Het tweede onderdeel waarbij het aan de orde komt is dat mensen dus op bezoek kunnen komen met bepaalde voorwerpen, schilderijen, attributen, om te toetsen hoe oud ze zijn en of het echt of nep is. En het derde onderdeel is een lezing over meneer Wardenier. Het thema van dit jaar is echt nep. Dit onderwerp is gekozen om mensen bewuster te maken van nepnieuws en hen te stimuleren om zorgvuldig onderzoek te doen en geen misinformatie te verspreiden. Nou ja, is heel relevant natuurlijk wat dat betreft. Dat je de juiste informatie krijgt. En je hebt tegenwoordig dat AI behoorlijk in opkomst is. Een heel mooi instrument, kunstmatige intelligentie. Maar daar moet je altijd wel voor zorgen dat je dus, dat je wel de check, zeg maar, dat je wel de goede informatie verspreidt. Dus dat is zeker van belang. Het is altijd wel erg belangrijk dat je kritisch blijft. Puister legt uit hoe dit thema perfect aansluit bij de hoofdactiviteit van de dag. Namelijk de rondwandeling door de stad. Er is een stadswandeling van iemand van de historische vereniging door de binnenstad van Steenwijk. En die laat dan panden zien of er echt of nep is. Of zijn bijvoorbeeld panden erbij. Dat lijkt dan heel, die lijken heel oud te zijn. Maar er lijkt bijvoorbeeld een gevel op te zitten van nog maar 50 jaar oud. Terwijl het lijkt of er misschien het pand al 200-300 jaar oud is. De dag vindt plaats in de grote kerk in Steenwijk en wordt georganiseerd van 10 tot 4. En dan is het nu tijd voor onze vaste rubriek WWW, Wat weet Windesheim? We gaan naar onze reporter Joy Kroes. Wij staan hier op het Windesheim en wij zijn benieuwd welk nieuws studenten de laatste tijd zich mee bezighouden. Welk nieuwsitem houdt jullie de laatste tijd heel erg bezig? Nou, dat Liam Payne doodgevallen is. Raakt dit jou? Raakt vooral hij hem de vloer, zeg maar. Wat vind jij van de lang studeerboete? Ja, aan de ene kant vind ik het wel oké, aangezien je dan de studie wat serieuzer moet nemen. Maar aan de andere kant vind ik het wel erg duur. Ben jij bang dat je hem zelf ook gaat krijgen? Nee, niet echt. Welk nieuwsitem houdt jou de laatste tijd bezig? Dat Liam Payne is overleden. Liam Payne die dood is. Ja, dat Liam Payne van uit het raam is gevallen. Liam van One Direction dood gegaan. Dat vind ik wel heel bizar. Wie denken jullie dat de Amerikaanse verkiezingen gaan winnen? Nou, ik denk eigenlijk dat Donald Trump de winnaar gaat worden. Ja, ik ook. En hebben jullie een reden waarom jullie dat denken? Nou, voornamelijk de campagnes die ik meekrijg. En dan de interviews die je wel online ziet. Die je met televisiezenders en zo maakt. Daar is hij wel de sterkere kandidaat van. Ja, vooral ook in deze tijd met de oorlogen en zo. Is het wel handiger dat je dan een wat directere president hebt, zoals Trump. Welk nieuws houdt jou de laatste tijd bezig? De lang studeerboete. En wat vind je daarvan? Ja, niet goed. Ben je bang dat je zelf ook een lang studeerboete oploopt?
Nee, niet voor mezelf, maar meer voor bijvoorbeeld vrienden of vriendinnen. Want dan denk ik van, ja, niet iedereen heeft zoveel geld om dit te kunnen betalen als je langer wil doorstuderen. Dus dat een boete vind ik dan echt overdreven. Welk nieuwsitem houdt jou de laatste tijd bezig? Ja, voornamelijk de oorlog, toch wel in Israël. Dus ja, met Hamas, en maar ook Hezbollah en Syrië die daar allemaal ontwikkelen. Maar ook inderdaad Oekraïne en Rusland. Dus voornamelijk die nieuwsberichten, lees ik en luister ik veel. Ja. Veel scholen zijn nu aan het protesteren. Ben jij dat ook van plan om te gaan doen? Nee, dat niet. Nee, ik zou niet gaan protesteren of iets dergelijks. Nee. Welk nieuws is jou de laatste tijd bijgebleven? Nou, dat hele Hollywood-drama over P. Diddy wel. Kan je ook uitleggen wat er is gebeurd? Nou, dat hij is opgepakt om lijpe feestjes te geven of zo, waar allemaal rare dingen in gebeuren. Mensenmisbruik, babyolie, weet ik het allemaal. Het was vet vaag. En ja, hij was gewoon een beetje een goorlap en dat is hij nu voor gepakt. Ik vind het heel heftig wat Liam Payne nu is. Dit was het nieuws wat onze studenten op het Winnesheim het meest is bijgebleven. Ja, dankjewel Joy. Nu is het tijd voor het sportnieuws. De gemeente Zandvoort heeft tijdens de afgelopen 4 edities van de Dutch Grand Prix verkeersmaatregelen opgelegd die ervoor hebben gezorgd dat Strandpaviljoen Parnassia aan Zee duizenden euro's aan omzet is verloren. Strandpaviljoen Parnassia aan Zee in Zandvoort vindt dat zij omzet zijn misgelopen door de verkeersmaatregelen die de gemeente tijdens de Grand Prix van Zandvoort in 2021 en 2022 hebben doorgevoerd. Door de ligging van het paviljoen zijn ze grotendeels afhankelijk van gasten die vanaf het strand komen. Door de verkeersmaatregelen was het restaurant moeilijk bereikbaar. Eigenaar Michael Kras vertelt daar meer over. De gemeente Zandvoort die wordt rondom de Formule 1 afgesloten. Ja, er komen uitsluitend mensen binnen met een vervoersbewijs. Een vervoersbewijs wordt afgegeven aan bewoners van Zandvoort. En ja, een beperkte oplage aan mensen die het dorp in moeten. Voor de rest zijn wij afgesloten. We zijn 4-5 dagen volledig afgesloten van de buitenwereld. Dat loopt in de tonnen. Michael is niet de enige ondernemer die last heeft van de Grand Prix, zo vertelt hij. En iedereen heeft natuurlijk een soort utopisch gevoel dat de Formule 1 weer naar Nederland kwam. En dat had ik zelf ook, persoonlijk ook. Sterker nog, ik ben als gast de gast bij Formule 1. Maar nu langzaamaan, na 4-5 edities, merken andere ondernemers ook dat, dat het toch wel heel veel omzet kost en winst. Afgelopen donderdag was een zitting bij de Raad van State. Ze wachten nog op de uitslag. Je wil het niet, je wil er eigenlijk gewoon samen uitkomen. Maar dit is iets heel moeilijks. Hier kom je niet uit. Want dit, de provincie en de gemeente die zetten gewoon het dorp af. Ja, je kunt net zo goed roepen in een lege emmer, maar er gebeurt wel weinig. Kinderen en sporten gaan over het algemeen goed samen. Maar is dat sinds de komst van de tablets nog steeds zo? Er wordt steeds minder gesport op scholen in Nederland. De norm van 2 keer 45 minuten in de week sporten wordt steeds vaker niet gehaald. Hoe komt dit en heeft het invloed op de ontwikkeling van een kind? Astrid Dijkshoorn, die 25 jaar op verschillende basisscholen heeft gewerkt met jonge kinderen, vertelt. Het is ook veel in het nieuws geweest dat het heel erg nodig is voor kinderen om te bewegen. Nou, afgelopen tijd is de tablet en de Chromebook natuurlijk heel erg in de wereld gekomen. Ja, dus zeker. Er worden weinig boeken gebruikt, weinig beweging. Kinderen zitten met hun ogen volledig gefocust op dat scherm. Gebleken uit onderzoek is dat het heel belangrijk is voor kinderen om veel te bewegen. En vaak nog tijdens dat bewegen te leren en dat ze dan veel meer opnemen. Daarnaast is sporten ook goed voor de ontwikkeling van de hersenen van een kind. Astrid Dijkshoorn zegt hier verder over. Op school leer je het sporten om hoe reageer je op situaties. Wat kan ik nou eens verzinnen? Geef ze gewoon een bal. En dan leren ze creatief om te gaan met die bal. Wat kan ik er eigenlijk allemaal mee? Niet voorgekoud, maar echt zelf ontdekken. Dat is ook zo belangrijk bij het bewegen. Bewegen maakt ook dat je hersenen actief worden en ruimte krijgt om mooie ideeën te gaan maken. Tot slot geeft Astrid Dijkshoorn aan dat het van belang is dat hier meer aandacht voor wordt gevraagd. Woensdag 9 oktober begon de Baby Loss Awareness Week. Deze week is bestemd om stil te staan bij het verlies van baby's. Deze week is het Baby Loss Awareness Week. Het doel van deze week is om aandacht te vragen voor het verlies van baby's door miskraam, doodgeboorte of het overlijden kort na de geboorte. De week biedt een kans voor ouders, familieleden en vrienden om hun verlies te herdenken. Ook moet deze week helpen om bewustwording te creëren over dit vaak stille verdriet. Met dit jaar als thema
De liefde blijft leven. Het Isela Vrouw Kindcentrum in Zwolle doet dit jaar voor de tweede keer mee in deze speciale week. In de centrale hal van het ziekenhuis worden de letters van Isela gekleurd in roze en blauw. Dit symboliseert de kinderen die niet meer bij ons zijn. Daarnaast staat er ook een wensboom, waar bezoekers hun boodschap of wens voor het kind dat ze missen kunnen ophangen. De Isela die biedt dit aan, dus het is een initiatief voor ouders. Andere mensen natuurlijk die in het verleden een kindje zijn kwijtgeraakt, om aandacht te geven aan alle kinderen die zo gemist worden. Vertelt neonatologie-verpleegkundige Caroline Kappert. Gedurende de week zijn er ook mogelijkheden voor persoonlijke gesprekken. Op woensdag 9 oktober en donderdag 10 oktober zou een verpleegkundige van de kraamafdeling of van verloskunde aanwezig zijn. Nederland is een waterrijk land waar de zwemvaardigheid altijd hoog in het vaandel staat. Een zwemdiploma behoort voor bijna iedereen tot een basisbezit. Toch lijkt daar langzamerhand verandering in te komen. Het is slecht gesteld met de zwemvaardigheid van kinderen in Nederland. Uit cijfers van het CBS blijkt namelijk dat het aandeel kinderen zonder zwemdiploma tussen 2018 en 2022 is gestegen van 6 naar 13%. De ontwikkelingen van het huidige zwemlessysteem dragen volgens deskundigen niet bij aan een verbetering. Tieteke Posma is zwemlesexpert en leidt mensen op tot zweminstructeur. Tieteke twijfelt aan de kwaliteit van de huidige zwemlessen. Als je kijkt naar de manier van zwemlesgeven, op het ogenblik is het zo dat we in Nederland heel veel verschillende zwemdiploma's hebben. 20, 25 jaar geleden waren er misschien 1 of 2. En tegenwoordig kun je er wel 5 of 6 zie je. En daar is niet altijd controle op hoe goed er zwemles wordt gegeven, zeg maar. Om de zwemvaardigheid bij kinderen te verbeteren, pleit Tieteke voor meer eenheid binnen de zwemdiploma's. Want ook als zwembad, als er in een zwembad een kind komt zwemmen, wordt er nu heel vaak gezegd, nou, je moet je A-diploma hebben of je moet je A- en B-diploma hebben. En dat hangt een beetje van het soort zwembad af waar kinderen dan naartoe gaan. Ja, en als er dus geen eenduidigheid is, dan weet je niet, wat is nou een A-diploma? Dus wat heeft iemand dan? Toch is de zwemleskwaliteit volgens Tieteke niet de enige reden voor een minder goede zwemvaardigheid bij kinderen. Ook financiële redenen spelen een rol. Volgens Tieteke zouden ouders ook meer kunnen doen aan het onderhouden van de zwemvaardigheid. Heel veel kinderen zwemmen ook na hun zwemdiploma heel weinig. Het is volgens Tieteke tijd om ervoor te zorgen dat de algemene zwemvaardigheid goed onderhouden wordt. Ja, en dan gaan we nu terug naar Stan met het actuele sportnieuws. Ja, dankjewel Damien. Om te beginnen, de vrouwen van de FC Twente waren gisteren niet sterk genoeg in het duel tegen Chelsea voor de Champions League. Oh, wat was de uitslag? Chelsea won van FC Twente met 1-3. Dan door naar het baanwielrennen. Er zijn geen podiumplekken voor de Nederlanders bij de Keirin. Jeffrey Hoogland fietste een nietzeggende WK-finale en werd laatste. Harry Lafrijse was nog teleurstellender. Hij werd eerder al uitgeschakeld in de halve finale. Tennisser Talon Griekspoor treft Casper Ruud in de kwartfinale van de Stockholm Open. Ook in de Formule 1 hebben we weer een Grand Prix. Deze keer terug na 4 weken, ditmaal in Austin. En vanaf seizoen 2025 schrapt de Formule 1 de bonuspoint voor de snelste ronde. Dan nu door naar het eredivisievoetbal. Na de zware afgelopen interlandperiode voor Nederland gaat de eredivisie weer van start. Zaterdag trapt Sparta af tegen Almere City. Hierna komt PSV op bezoek in Alkmaar en zal proberen hun ongeslagen reeks uit te breiden. Om 8 uur neemt de nummer 16 NEC het op tegen de nummer 15 SC Heerenveen. Tegelijkertijd zal RKC op zoek gaan naar hun eerste punt tegen FC Twente. De avond wordt afgesloten door het Feyenoord van Brian Priske die op bezoek komt in Deventer. Zondagmiddag start met Willem II in Tilburg tegen Fortuna Sittard. Om 2:30 worden er 2 wedstrijden gespeeld. Francesco Fadioli komt met Ajax in actie in het Acito-stadion tegen Heracles Almelo. En trainer Ron Jans zal proberen zijn ongeslagen reeks in stand te houden tegen FC Groningen. Het voetbalweekend wordt afgesloten door PEC Zwolle tegen NAC Breda. Heel erg bedankt Stan. Ja, en niet alleen het seizoen van het Eredivisie keert terug. Ook het seizoen van snot en gezelligheid gaat weer van start. We luisteren naar de column van Lotte van Koningsveld. Herfst. Het seizoen waarin de bladeren vallen en de dagen korter worden. Mijn immuunsysteem besluit dan altijd de lange windslaap te houden. Zodra de kalender na september verspringt, schakelt mijn lichaam direct over naar verkoudheidsmodus. Vanaf dat moment weet ik, ik kan pas weer normaal door mijn neus ademen tegen de tijd dat de bloemen weer gaan bloeien. Verkoudheid in de herfst is voor mij net zo onvermijdelijk als regen op een festival. En er is niks zo ongemakkelijk als een kriebel in je keel midden in een stil klaslokaal of een vergadering. Ik weet het nog zo goed, tijdens de biologietoets op de middelbare school. Een kriebel in mijn keel waar je u tegen zegt. Durfde ik te hoesten? Absoluut niet.
Mijn wangen begonnen te tintelen en de tranen liepen over mijn gezicht. Terwijl ik stiekem inwendig stikte en me afvroeg of dit het moment was waarop mijn leven zou eindigen. Niet door de toets, maar door mijn eigen koppigheid. Waarom? Simpel. Niemand wil tegenwoordig meer hoesten in het openbaar. En zeker niet tijdens na corona. Hoes je één keer, dan krijg je gelijk een boze blik toegeworpen, alsof je net hebt aangekondigd dat je de plaag meedraagt. Maar goed, ondanks het genieten en gesnotters zijn de herfst- en wintermaanden toch altijd het leukste van het jaar. Wat is er nou gezellig dan feestjes rondom Halloween of knusse avonden bij de kerst? En dat moment van collectieve chaos tijdens oud en nieuw. Deze maanden brengen je hoe dan ook dichter bij elkaar, of dat nou komt door samen leuke dingen doen of een gedeelde neuspray. Dus, laten we eerlijk zijn, ja, de komende maanden ga ik weer door naar een schijnbaar oneindige voorraad tissues heen. En zal ik elke keer proberen mijn hoesten in te houden terwijl mijn lichaam samenzweert om dit onmogelijk te maken. Maar daar allemaal in ruil voor gezelligheid en feestdagen een prima deal lijkt mij. Ik wens jullie allen een heerlijke herfst en een winter vol warmte en liefde toe. En natuurlijk een beetje snot. Heel erg bedankt, Lotte. We wensen jou natuurlijk ook een hele fijne herfst toe en winter. Maar daarbij zijn we aangekomen bij het einde van de uitzending. Bedankt voor het luisteren naar Nieuwsbeat en een heel fijn weekend.